Hey, hoe vet. Ik sta op de plek waar Nietzsche gewoond heeft toen hij les gaf aan de universiteit in Basel. Ja, toch ergens indrukwekkend. Is het begin van mijn min of meer in de voetsporen van Nietzsche reis. Morgen naar Sils Maria, waar hij lang gewoond heeft en zijn belangrijkste werk geschreven heeft. Ja, dit is een soort van kick-off. Ze hebben een mooi fonteintje aan hem gewijd. Daar is ook alles verder eigenlijk. Van over is, hij heeft hier gewoond op deze plek. Oh ja, hier is ook nog een bochtje aan hem gewijd. Verder zien we de rest morgen. Bij plaatsje Reichenau steken we de Rijn over. Het is de eerste brug op onze route, maar zeker niet de laatste. Er zullen er nog 143 volgen. Op onze reis zullen we talrijke architectonische hoogstandjes op het gebied van brug- en tunnelbouw tegenkomen. Dit en de ligging van deze lijn in een adembenemend alpenlandschap was voor de UNESCO aanleiding om de Bernina Express op de werelderfgoedlijst te zetten. En de trein, die rijdt hier gewoon over straat. Het is het lijntje van Boer naar Rosa en onze eerste kennismaking met de spoorwegmaatschappij van Graubünden. Hier was het allemaal om te doen. Nietzsche House. Sils Maria. Ik weet het. Mooi bergpas. Ik ben er. Bijzonder. Een bijzonder gevoel bij. Dat is waar hij gewoond heeft en belangrijk werk geschreven heeft. Stom mij, het is gewoon een huis waar iemand geleefd heeft. Ah, daar ging mijn telefoon bij. Vandaag weer een vette dag gehad. Eerst een Nietzsche House bezocht. Toen, kijk waar ik sta. Toen de Waldhaus. Nietzsche Waldhaus. Nee. Daar. Verder ben ik Korvac een stukje op geweest. Tot hier denk ik zo. Hier. Best wel koud, maar wel vet. Maar ja, het is echt zo. Oh ja, ik kom net af van de Nietzsche Stone. Het is helemaal laatst. Ja, moeilijk te zeggen. Daar. Bij het water. Super indrukwekkend trip al. Ik heb besloten nog twee nachts langer in St. Moritz te blijven. Dus hier is zoveel te zien. Ja. Raak hier niet uitgekeken. Ik heb niet eens St. Moritz zelf bezocht. En dat is ook wel echt mooi. Dus dat ga ik denk ik morgen doen. En ik wilde Pitschkorvac nog een keer nog iets hoger beginnen. Ik denk misschien wel tot de sneeuw. So much for now. Dit is echt zo leuk. Ik ben vanaf de camping een pad ingeslagen. Om een ommetje te maken. Nu sta ik ineens op 2200 meter hoogte. Ik heb een behoorlijke berg beklommen.
twee uurtjes onderweg geweest. Totaal onvoorbereid. Geen water meegenomen. Niks bij me. Bovenop de berg. Eerste deel, tenminste. Leuk. Ineens, uit het niets, een berghutje. Restaurantje erbij. Ga ik even lekker een koffietje doen. Al weet ik niet of ik geen geld bij me heb. Inderdaad niet op voorbereid. En dan ga ik denk ik nog door tot daar. Wat dan ook heel gaaf is. Op zo'n hoog punt. Zoals ik zei, 2200 meter. Dit is zo'n heel leuk beekje. Vet. Het is allemaal zo vet hier. Echt fucking indrukwekkend dit. Op de Beach Corbatch. 28 meter hoogte. 2800 meter hoogte. Super vet. Het is wel heel wolk vandaag. Dus ik wandel voornamelijk tussen de wolken. Maar dat maakt het niet een indrukwekkend. Ja, vet, vet. Daar kwam ik voor. Hier, van het bergwater wat keihard naar beneden buldert. Sommige stukken zijn wel echt super stijl. Ik zit ondertussen op 1500 meter. Sommige stukken zijn stijl met een backpackje. Van 10 kilo. Ik heb net wel een fles water weggekieperd, want water moet hier, dus scheelt weer een kilootje. Ja, fantastisch. Fantastisch. Overal even mooi. Oké, ik moet het even vastleggen, want ik ben in veertien uur. Dat is 6 uur, denk ik. Ik ben 6 uur aan het lopen. Ik ben van 950 meter naar 2000 meter gegaan in die 6 uur. Ik weet niet of je het kan zien. Ik zit echt op de boomgrens nu. En al de laatste boompjes die je om mij heen ziet. Ja, echt weer zo indrukwekkend. Ik loop nu best wel een lang stuk al op de autoweg. Omdat er geen paden begaanbaar zijn. Als het goed is, over een uurtje of zo wel weer. Loop ik ergens mooi midden in een berg en dan zoek ik daar een mooi plekje voor de nacht. En voor mij wordt het morgen iets minder klimmen. Ja, dan moet ik wel als je al boven de 2000 meter zit. Dus maar wel weer een. Ik heb nu 20 kilometer afgelegd. Maar het is vooral natuurlijk die hoogtemeters die het dan doen. Ruim 1200 meter hoogtemeters. Wel vet dit. Je leert je lichaam goed kennen. Ik zit hier op een magisch mooi stukje aarde. Ik heb 6 uur gewandeld. 25 kilometer. Ik ben van 950 meter hoogte naar 2200 meter hoogte gegaan. Ik kan zeggen dat het een pittig tochtje was. Zeker met de 10 kilo die ik op mijn rug had. Maar als je dan hier staat, hè, wie maakt je dan nog wat? Voel je het niet meer? Ik ben boven de boomgrens, ja, dat zie je ook wel, hè. Dus ik kan hier kamperen waar ik maar wil. Dat ga ik ook doen straks. Ik denk dat ik nog een uurtje wandel.
En dan zet ik mijn tentje op. En dan ga ik voor het eerst eigenlijk deze vakantie Adventure Food maar eens even gebruiken. Zoals ik vandaag ook voor het eerst mijn Ketterdyne waterfilter heb gebruikt. Dat was echt wel nodig hier. Tenminste, het water hier is vrij schoon wat van de berg komt, smeltwater. Maar je weet maar nooit. Misschien heeft dat boven iemand staan pissen net waar ik het. Ja, nou dat. Maar zijn we hier. En ik ben dit YouTube kanaal begonnen om mensen te inspireren om net als ik ook op avontuur te gaan. Bikepackend, hikend, whatever, trailrunnen. Lijkt jou dat nou ook wat of wil je mijn avonturen volgen? Abonneer je dan op mijn kanaal en volg mijn avonturen. En ik deel tips en tricks, do's en don'ts. Abonneer. Thanks.